komen las- en constructiewerken in Lais. Hij is onderweg. En hij heeft ongelooflijk mooie tijden tot nu toe neergezet. Zeker in dat blokje van die deelnemers die allemaal ex-eco stonden na de dressuur. Heel rustig aan het voorbereiden op die NNS7 komt hij aanrijden. Hij wil zonder enige twijfel vlammen. Hij heeft een NNS1 een derde tijd, tweede tijd in de 7, vijfde tijd in de 3. Een 4 een vierde tijd, in 5 een tweede tijd, in 6 een eerste tijd. En hij zit in NNS7 de duiventil. Dat doet hij uitstekend uit, dat is een kort draai. Hij heeft natuurlijk een beetje voordeel dat zijn pony niet zo super groot is. Dat betekent dat hij veel meer ruimte in de 7 om razendsnel te draaien en terug te draaien.